Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias en Milan van Dongen, in ons busje het land door. Op zoek naar de hoofdrolspelers uit het Nederlandse voetbal. We praten met ze over wat er op het veld gebeurt, maar ook wat ze buiten de lijnen bezighoudt. In Freesia en Milan parkeren de bus. Ik wil graag de podcast even beginnen met een kort moment van stilte voor onze redacteur, Sjors, onze steun en toeverlaat. Ja. Die heeft een niet zo leuk weekend achter de rug. Echt heel zielig. Hij zou naar Bilbao gaan met vrienden, collega's, vrienden. Ja. Om gezellig naar, uiteraard naar Atleti te gaan, Atleti Bilbao. En heel veel tapas eten. Een paar biertjes drinken. Toen was hij ziek. Migraineaanval gekregen. Oh. Hij is ontzettende NEC-supporter. Toen dacht hij, nou, was hij tenminste wel thuis om het te volgen. Ja. Het is niet zijn weekend. Verloren ze. Ja. Nogal hard. Arme jongen. Even een moment stilte voor Sjors. Ja. Moeten we terug nog wel even asperges halen? Ja. Want we zijn op de heenweg zijn we langs jouw roots gekomen, hè? Ja, een deel van mijn roots. Asperges en aardbeien. Ja, dus ik denk dat we even deze podcast moeten geoblokken op Vierlingsbeek. Ja. Want ik denk als mijn familie ziet dat ik in Venlo ben, zonder gedachten zeggen, word je onterfd. Dan word ik redelijk onterfd, denk ik. Dus ik ben hier niet geweest. Nee. Jij was nooit in Venlo. Ik ben niet in Venlo geweest. Nee. Willem Jansen wel. Ja. Die is nu ineens technisch manager. Ja. Ik kan er nog niet helemaal aan wennen. Nee, ik hoop dat hij een pak aan heeft ook. Ja, dat zou goud zijn, hè? Ja, ja. Dat is echt zo met een das. Ja. Misschien moet ik ook even met hem gaan pokeren. Of zo. Pokeren? Ja, je moet toch ook wel een beetje een pokerface hebben en een beetje goed kunnen bluffen. Ja, dat en zie zo. Ik nog niet helemaal voor me. Nee, bij ik hem. Ook niet. Het is gewoon een aardige jongen. Precies. Ik denk dat ik wel van hem zou winnen met bluffpoker. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, toch? Ja. Van jou weet ik nog zo net niet. Of van Willem Jansen. Voor mij zeker niet. Nou. Wie heeft er met FIFA gewonnen trouwens? Afgelopen week? Dat is niet erger dan die 9-0. Gast, het was 4-0. Dat is ook wel medium erg hoor. Moment van de week. Wie een mensenleven lang het hart van de defensie van FC Utrecht vormt, laat men de rest van je voetbalcarrière makkelijk vergeten. Het loopwonder dat op dat altijd dressige veld van de Koel heen en weer holde. De Limburger die als Koempel werd geroemd om zijn werklust. De middenvelder die in Gelsenkirchen zorgde voor de laatste goal van FC Twente na een Europese overwintering. En Jansen die scoort met links. Het doet denken aan wat achternaamgenoot Theo deed bij Twente's eerste goal ooit in de Champions League. Zijn prijzenkast had hij liever verder gevuld gezien. Maar zijn naam komt vaak genoeg voor in de boeken. In het hart van Nederland, daar bleef hij scoren. 13 seizoenen op een rij, doelpunt in de Eredivisie. Veel kunnen hem dat niet navertellen. En vooral de verdedigers niet. Want als Erik ten Hag zegt dat je daar moet spelen, dan doe je dat. Het jongetje van Café Onder de Linden ontplooide zich tot boegbeeld van de Domstad. Het hoofd gebruikte hij om te scoren. Zijn mond gebruikte hij zich om over alles uit te spreken. En nu dat voorbij is, gaat hij op zoek naar andere buitenkansen. Meer hoor je van onze man in de bus, Willem Jansen. Wauw. We gaan eens even kijken of je dat kan. Dat praten nog. Ja, ik zei al, praten doe je genoeg tegenwoordig. Maar zo voor de camera of achter de microfoon, dat gebeurt niet meer zo vaak, nee. Wist je dat? Ik vond dat wel leuk, ja. Dat idee had ik al, ja. Ik had nooit, ik vond dat nooit een vervelend onderdeel. Zelfs niet, ik kan me nog één moment herinneren ook dat je, na het ontslag toen van Jean-Paul de Jong, dat ik 11 interviews had. Omdat ik als aanvoerder dan als enige, zeg maar, toen de interviews deed. Ja, zelfs toen had ik niet zoiets van, dit vind ik echt een vervelend onderdeel van het vak, van het aanvoerderschap. Dus nee. Heb je er wel eens echt omheen geluld? Nee, denk ik niet. Nee, maar wel op een slimme manier dingen verteld, waardoor je niet het achterste van je tong hoeft te laten zien. Ja, maar dat vond ik wel moeilijk. Dus wat dat betreft ben ik denk ik wel een best wel een open boek en die ook altijd eerlijk wil zijn. Dus dat is wel iets wat je... Ja, wat je wel geleerd hebt misschien om iets slims te ontwijken. Maar dat is niet dat ik daar heel erg geregisseerd iets heb staan doen. Of dat ik dat heel erg voorbereidde van tevoren. Of, ja, het is ook een beetje aanvoelen. En af en toe moet ik zeggen wel dat als je een gesprek had gehad of een interview had gehad. En dat je na de hand dacht van misschien was ik al iets te open. Maar uiteindelijk heeft dat je ook veel gebracht, denk ik. Ja. Dus, nee. En nu moet je wellicht iets diplomatieker zijn. Ja,
Misschien. Kun je niet. Gaan we het zo over hebben, want je bent nu technisch manager. Ja? Had jij gedacht dat hij in een pak zou komen? Ja, ik had wel gehoopt. Ja? Ja. Met ook een zonnebril op dan. Maar je zit hier keurig in een spijkerbroekje, hip jasje. Jezelf blijven, toch? Ja, je bent nog wel zo'n 36. Als je nu hier in je maatpak zou zijn, dan zou komen, zou het een beetje raar zijn. Ja, zou me dan ook wel een beetje zorgen maken, denk ik. Toch of niet? Ja. Dat wil je het wel heel dik opleggen. Ja. We beginnen altijd met het moment van de week. Freesje, je mag altijd aftrappen. Ja, mijn moment van de week. Ik was dit weekend ook in Limburg. Ik heb de Amstel Gold Race gereden. Zijn twee vriendinnen van mij. Die zijn een tweeling. Zijn allebei vrijwel gelijktijdig gediagnosticeerd met borstkanker. Zijn inmiddels genezen verklaard. Lopen vrijwel gelijk in dat traject. En dit weekend hebben we met een vriendengroep hebben we de Amstel Gold Race gereden voor Pink Ribbon. En een van de twee is fysio bij de Ajax Mannen. En de ander is fysio bij de Oranje Vrouwen. En Eva Bleewanes, die dus bij de Ajax Mannen fysio is, die heeft hem ook echt meegereden. Dus best wel pittig met wat klimmetjes. Ja. Het doel was gewoon met z'n allen over de finish komen. En was wel echt een mooi wauw gevoel. En dat we met z'n allen voor Pink Ribbon konden rijden. En KNVB had een hele mooie actie opgetuigd. Waren echt best wel een aantal van de staf, ook van de Oranje vrouwen, die hem dan reden voor Kim Bleewanes, de tweelingzus weer. En het ging dan vooral, dat is bij hun, ze zijn best wel bescheiden. En zij wilden gewoon heel erg de boodschap duidelijk maken van dat het vooral ging om de actie. En dat het vooral erom gaat dat je als vrouw, ook als jonge vrouw, je borsten goed moet kennen. Dat als er ook maar iets verandert, dat je al in een heel vroeg stadium dat zeg maar al ontdekt. Mm-hmm. Dus het was heel mooi om daar awareness voor te creëren. Maar ja, als je dan in zo'n weekend dat met z'n allen doet en dat zij zo'n pittig traject hebben gehad. En een van de twee dan ook gewoon zonder af te stappen. Hè? Ook de pittige klimmetjes gewoon niet afgestapt. Helemaal dat was wel echt mooi en euforisch. En omdat het natuurlijk dit weekend waren dat niet de enige twee. Dus ik had nog even een audiofragmentje van de rest van dit weekend. Ja, ongelooflijk jaar met een rollercoaster, zeggen ze dan. Dat klopt inderdaad. En dat we nu weer hier staan, dat het nieuws is gekomen dat ik terug naar Japan ga. Ja, dan is het ook wel weer heel snel gegaan achteraf als ik nu hier zit. Ja, want ik sprak jou met Freesje. Je was bij ons in de bus te gast in de podcast. En toen was het alles behalve zeker dat jij schoon zou worden. Nee, klopt inderdaad. Ik zat niet in het goede, niet in een lekker stadium. En in november had ik mijn eindscan nog een keer. Waren ze ook niet heel zeker. Zagen ze nog twee puntjes eigenlijk oplichten op andere plekken. En wat het uiteindelijk is geweest, of de chemo nog zijn nawerk heeft gedaan, weet ik niet. Maar 7 weken later, zeg maar in januari, was alles prima. Yeah, you said goodbye, a special round. What was it like? Was a bit emotional, you know. I didn't expect that. But, of course, when you come back to the stadium, you think about all the memories you had, in the past. So, it was a special moment. So, I thanks everyone for this. Ja, dat we horen vaak genoeg klote dingen over die verschrikkelijke ziekte. Dus dit zijn gewoon een paar mooie voorbeelden. En Sebastian Allaire, die dan afscheid nam bij Ajax, heeft natuurlijk een super pittige periode achter de rug. Maar inmiddels alweer wat doelpunten gescoord voor Dortmund. Ja. Ook weer gescoord voor Ivorcus. Dus wel gewoon mooi. En Seentjes natuurlijk ook, was bij jou in de uitzending. Ja, heb je Haller nog veel gesproken of niet? Nee, weinig. Maar het is dit soort te horen en het is zo'n wereldgozer. Echt. Je gunt het niemand, maar super te horen dat hij er zo heeft teruggeknokt. En dat het gelukkig allemaal goed gaat. En ik had ook niet anders verwacht dat als hij schoon verklaard zou worden, dat hij ook wel weer terug zou komen. Want op het top professional en alles. En buiten alles een heel fijn mens. Ja. Wat viel jou op deze week? Ja, ik heb het toch een beetje bij voetbal gelaten. NAC Willem II. Dat weer zo'n wedstrijd gestaakt is. En uiteindelijk gewoon niet uitgespeeld is. Het moet natuurlijk gewoon een keer klaar zijn. En weet je, het feit ook dat er, net als bij Feyenoord Ajax, dat er niet eens uitsupporters ook aanwezig zijn en dat het anders nog misgaat. Ja, daar moeten we ons wel echt achter de oren krabben, denk ik. En je vraagt je wel af, wat is er nodig om door te dringen? En
momenten kan ik nog herinneren. Natuurlijk bij Utrecht, toen de thuiswedstrijd tegen RKC. Volgens mij was dat de eerste wedstrijd die gestaakt werd met bier gooien eigenlijk. En vanaf toen is het eigenlijk steeds maar erger geworden. En ja, na corona lijkt dat te zijn ontstaan. Scheidsrechter Martens was dat. En ja. Die werd toen zelfs nog een beetje belachelijk gemaakt. Ja, maar goed, ik ja. Heb jij daar ook nog een beetje aan meegedaan? Dus nu ik het zo zit te vertellen, inderdaad. Omdat het was ook zo voor de eerste keer. Dan denk ik van, joh, weet je al, kom op. We hebben het over. Maar eigenlijk inderdaad, als je het nu weer allemaal optelt en dan teruggaat naar die periode. Ja, dan heeft hij natuurlijk wel een statement daar ook wel gemaakt. En ja, het feit dat de KNVB nu eigenlijk ook zegt van, joh, weet je wel, bij de minste geringste gaan we gewoon eraf. Ja, waar zijn we terecht gekomen? En je bent nu voetbalbestuurder, dus nu moet je er ook weer gaan bemoeien. Moet je ook met oplossingen komen? Ja. Ja, toevallig had het vanochtend hier op de club ook over van, goh, het voorbeeldgedrag van spelers. En omdat ik dit moment koos van, goh, ja, wat kan je daaraan zeggen? Hè? Dat spelers het ook moeten beseffen wat ze teweeg brengen. Maar ja, toen zei ik ook van, luister, ja, ik was ook een speler met veel emotie op het veld. En dat moet, ja, dat haal je ook niet eruit. Hoezo? Jij praat er toch nooit tegen scheidsrechters? nee toch? Nee, maar kijk, het is wel van, kijk, wat ik nooit heb gedaan is provocerend richting publiek. Ik heb juist altijd geprobeerd, ook als jongens op bepaalde manieren. Kijk, als je uitgescholden wordt of toegezongen, ja, dan is het ook menselijk, niks menselijk vreemd dat je geneigd bent een reactie te geven naar een publiek. Naar NAC Willem II, de rivaliteit, die kennen we natuurlijk allemaal. Dus als jij daar scoort. Maar volgens mij, mij te herinneren, zag ik ook dat Willem II scoorde, ging juichen, maar ook heel snel besefte van, oké, weet je wel, we gaan terug naar het midden van het veld en we blijven hier niet juichen. Dat juist een heel goed signaal was. Alleen, ja, alsnog is het zo gebeurd, weet je wel. En staak je tijdelijk. Het is ook een beetje de wereld op zijn kop natuurlijk. Ja, en staak je tijdelijk en kom je terug en dan nog steeds is het niet genoeg. En ja, dan vraag je wel af, wat moet er nou echt gebeuren om dit gewoon eruit te halen. En ja, spelers moeten zich altijd beseffen met wat je zelf doet. Maar ja, emoties horen bij spelers. En nogmaals, provocerend gedrag of richting dat moet duidelijk zijn, denk ik, ook richting spelers van, laat dat niet toe. Maar ja, goed, hoe ban je dit nu echt definitief uit op de tribunes? Dat moet dus gedragsverandering komen bij de supporters. Ja. En het moet ze duidelijk zijn dat het menens is. En dit is misschien wel nu de maatregel om te laten zien, het is menens. Het moet gewoon anders. En het feit ook dat nu de KNVB volgens mij definitief heeft beslist de wedstrijd uit te spelen zonder publiek. Ja. Ja, best wel ook een maatregel. Ja, dat zegt ook wel genoeg inderdaad. En je dupeert gewoon je club ermee inderdaad. Ja. En ik denk dat bijna de enige manier is om het te doen. En hoe gek ook. Want je straft natuurlijk zo'n groot deel van het publiek voor zo'n paar onnozele gasten eigenlijk. Daar komt het gewoon op neer. En dat zo toch iedere keer onder de aandacht moeten blijven brengen. Dat is denk ik de enige manier. Ja. Jouw moment? Ja, gaat over een sieraad voor het voetbal. Arjen Robben. Een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden. Die heel veel heeft meegemaakt. Die een Champions League finale heeft beslist. Die heel veel titels heeft gewonnen. Ik heb er nog even naar zijn erelijst gekeken. Maar echt hallucinerend hoeveel titels die heeft gewonnen. Had natuurlijk ook de WK-finale moeten beslissen. Maar ja, helaas. Maar goed, de man die zoveel heeft gewonnen. Die werd bijna nog emotioneler na het voltooien van de marathon. Het was zijn grote doel om het onder de drie uur te lopen. En dat lukte hem. Ja. 2:58 was het, geloof ik. En hij was zo emotioneel. Hij zei, dit is misschien wel mooier dan, of net zo mooi dan al die voetbaltitels die ik heb gehaald. Dat het hem zo, aangrijpt. Ik denk wel dat ik begrijp waar het vandaan komt. Omdat je man van glas. Ja, maar ook als jij, dat ervaar ik nu natuurlijk ook, als jij stopt met voetballen, waar je in geduwd bent, waar je voor leeft, waar je. Dan komt iedere week komt dat meetmoment, zeg maar. En daar ga je zo in op. En dat is alles waar je voor leeft. En nou, hij is natuurlijk ook zo'n type die alles altijd 100% heeft gedaan. Het maximale draait heeft gehaald. Waanzinnige prestaties heeft geleverd. En van het een op de andere dag valt dat gewoon helemaal weg. En ik denk dat hij is gaan zoeken naar
Waar kan hij dat in vinden? Ja, en ik denk dat hij zo trots is op zichzelf ook, dat hij dat op deze manier heeft gedaan. En dat ook het feit is dat hem zo emotioneel maakt. Dat hij iets heeft weten te vinden waar hij weer volledig de uitdaging heeft gezocht. En dan eigenlijk op de totaal andere manier als in een teamsport. Ik zag hem ook wel altijd als een soort individuele speler binnen een team. Hoor je ook uit die verhalen, ja. Ja, een gigant is, een wedstrijdbeslisser. Echte prof ook gewoon. Ja. En altijd op zichzelf. En dat hij dat nu... Ja, op een andere manier in de sport heeft gevonden. Ik wil niet zeggen dat het een treurige conclusie is, maar het is wel een soort van conclusie dat ik dat dus blijkbaar altijd nodig moet hebben. Ik ben nog niet zo ver, maar je voelt wel in alles in je lijf, in je hoofd, dat je af aan het kicken bent, zeg maar. Ja. Als je zoveel van jezelf vraagt, dan denk ik dat dat ook gewoon een deel is van jezelf. En dat gevoel, als je dat dan niet meer hebt, dat gewoon heel leeg voelt. Ja. Ja. Volgens mij zegt Willem nu gewoon tussen neus en lippen door dat hij in een zwart gat zit. Hè? Ja, hè? Nou, op een deel, gedeeltelijk wel, ja. Maar aan de andere kant ben je natuurlijk direct doorgegaan in een nieuwe carrière. Die keuze heb ik natuurlijk ook bewust gemaakt. Ik denk zelfs, dat heb ik toen volgens mij ook uitgelegd, dat het zelfs van invloed is geweest ook op het moment van stoppen van mijn actieve carrière. Omdat ik uiteindelijk deze kans kreeg en vorig jaar december de gesprekken ben aangegaan. Het tot me heb laten komen, okay, en uiteindelijk na een paar maanden maak je de beslissing. Het is goed geweest zo en ik heb echt heel veel energie in je nieuwe rol. Maar goed, het afscheid nemen van iets wat je vanaf je, nou, zeg maar je achtste of zo hebt gedaan, maar 18 jaar prof, ja, dat weet je niet hoe dat voelt. En natuurlijk val je daar in een zwart gat, omdat er een groot deel van je leven gewoon wegvalt, wat je dag in dag uit gedreven heeft. En dat haal je niet terug zomaar in iets anders. Wat mis je het meest? Op het veld staan. Gewoon echt... gewoon effectief gewoon op het veld staan en met dat spelletje bezig zijn. Nou, ik heb natuurlijk een hele grote stap gemaakt, omdat je in één keer echt direct van het veld weg bent. En als je in een rol als trainer doorgaat, of nou jeugdtrainer is, of direct bij een eerste elftal, wat voor rol dan ook, dan heb je nog steeds wel, dan neem je een soort van geleidelijk afstand. Ja. Ja, en ik heb natuurlijk een hele grote stap gemaakt. En dat is wel iets wat je, denk ik, gewoon echt wat je het meest mist. Wij zaten ons af te vragen toen we hierheen reden van, je bent 18 jaar prof geweest. Je hebt een vrouw en vier kinderen. Vier kinderen. Ja, dat is dat al. Toen doe je dat al wel? Ja, tijdens die profcarrière stond een groot deel van het gezinsleven in het kader van jou, toch? Ja. Dan dacht ik, wij dachten eigenlijk, nou ja, dan is het klaar. En dan dacht ik, nou, dan gaat Willem ook wel een beetje voor het gezin zorgen. En zorgen dat, even een stapje terug doen. Maar nee hoor, hij gaat meteen... Heel even chillen. Meteen technisch manager worden. Ja, en het gekke is dat je ik kreeg daar zoveel energie in. En nogmaals, als ik terugdenk aan die periode, zeg maar, dat je afvraagt, wat gaat je voetbalcarrière nog brengen? Nou, dan komen dan dus andere kansen, zowel bij VVV als bij Utrecht, die gesprekken gedaan. En ik kreeg daar zoveel energie voor dat ik niet kon wachten eigenlijk dat te beginnen stond. Omdat ik altijd wel ambities heb gehad en naar deze kant. En uiteindelijk was het voetbal wel mooi geweest ook wel. Maar goed, ik ben mezelf wel, dat heb ik volgens mij bij jou aan tafel ook toen uitgelegd, ben mezelf wel tegengekomen, ja, eind juli. En eerlijk gezegd merk ik daar nog steeds wel naweeën van. En denk je nu ook wel terug van, ja, god, was het ergens niet gezond om eventjes af te schakelen. Ja. Maar welke naweeën merk je nu dan nog? Nou, je stressniveau, level, zit wel hoger dan dat je gewend bent, zeg maar. En ik heb altijd het verhaal van mijn spanningen, van mijn struggles in mijn carrière zijn. Ja, dat heb ik ook open en bloot gedeeld. Alleen, je bent daar op een manier bij je daarmee omgegaan. Omdat je weer lekker kon voetballen en je kon het van je afspelen. Ja. En dat was je gewend. En nu
moet je dat in andere dingen zoeken? Moet je net maar je hebt nog steeds die lat zo hoog liggen voor jezelf en daardoor ook voor je omgeving. En je wil snel groeien en zelf, maar ook met de club naar waar je naartoe wil met z'n allen. Ja, want voor de mensen die het niet weten, nou, vroeger in je carrière en in je jeugd en ook moest je soms wel eens kotsen. Zo erg vond je de stress. En dat viel je zwaar. Ja. Wat je zelf zei, dat kon je van je afspelen. Ja. Hoe gaat dat nu? Hoe uitzicht die stress en hoe kom je er vanaf? Veel praten met mensen uit het vak die dingen mee hebben gemaakt. Ik heb Mark van Hintem natuurlijk als buddy eigenlijk. Ja, die zei zo hoofdscouting bij ons. Maar ja, en alles is die mijn klankbord. Roger Bongaerts ook, waar ik natuurlijk dagelijks mee werk. Die ook veel ervaring heeft als hoofdjeugdopleidingen ook. En gewoon lang in het vak en ook binnen de club loopt. Maar ook mensen in het vakgebied op andere posities. Nou, daar heb ik natuurlijk ook een hele hoop van gezien. Ja, heel veel praten. Gewoon ook van, waar lopen jullie tegenaan? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Thuis, als je thuis bent, lekker wandelen. Of af en toe gewoon afgelopen week kwam ik thuis van na de wedstrijd tegen Willem II. Ik ben thuisgekomen, ik heb mijn pak uitgedaan en mijn sportkleren aangedaan en gewoon een uur gaan rennen. Echt? Gewoon, ja, gewoon echt zo van, ja, dat het doet gewoon veel met je. En ja, daar kan je nog niet, je hebt dat nog niet altijd onder controle hoe je dat wegzet. En dat is ook logisch, omdat je gewoon nieuw bent in het vak en je moet daar gewoon mee leren omgaan. Hadden ze thuis liever de voetballer of de technisch manager? Ja, nu de voetballer. Ja, maar ook voor het gezin. Ja, wat je zegt, van je hebt vier kinderen. Ja, je hele leven staat op z'n kop. En tuurlijk, dat heb je op voorhand heb je besproken. Zelfs met de kinderen. Van, natuurlijk niet van niet met de jongste. Jullie, nee, wat vinden jullie van... maar wel ook het stukje verhuizen. Daar hebben ze wel in meegenomen. En god, papa gaat iets anders doen. Maar natuurlijk ook met Nives van, hoe kijk jij dit tegenaan? Moeten we het doen? Want je zorgt ook op die manier weer voor je gezin. Zo simpel is het ook, ja. want je gaat toch een nieuwe carrière tegemoet. Dus ja, niet dat je het niet even kan leiden financieel gezien, maar het is wel een vorm van zorgen voor je gezin. Je hebt gewoon een baan, zo simpel is het ook, die je gewoon goed wil doen. Maar ja, dat is gewoon... Je leven staat wel op zijn kop ten opzichte van een paar maanden. Of ja, inmiddels zijn we al bijna een jaar verder. Maar. Want jullie komen natuurlijk uit Limburg. Zijn jullie nog Limburgers? Nee, niet helemaal meer, nee. Nee. Dus je bent wel... We waren wel thuis in Houten, in het midden van het land. En ja, daar heb je 9 jaar gewoond. In ieder geval in die omgeving. En ja, dan voel je daar wel thuis. En dan kom je er wel achter als je dan hier naartoe gaat en... ook dat stukje anders is. Ja, wat maakt het anders? Ja, het is ook een gevoel, zeg maar. Tuurlijk een stukje mentaliteit, maar ja, goed, je pas je ook wel bij aan. Alleen het gevoel van dat wij waren daar thuis. En daar heb je ook een sociaal leven weer opgebouwd. Ook mede door de kinderen. Die zijn in de leeftijd gekomen natuurlijk. Dat je ook door hun... veel andere mensen leert kennen. Nou, dat was op het begin ook voor hun. Nieuwe school, een nieuwe voetbalclub en alles aanpassen. Maar die hebben het echt fantastisch gedaan. Dan zie je ook maar weer hoe snel kinderen zich aanpassen. Ja. Alleen voor papa en mama was het ja, je, want je vertelde net, jullie gaan weer terug. Ja, vers van de pers. Ja. 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 Ja, we hebben nieuws vandaag. Ja. Jullie gaan weer terug naar Houten. Ja. 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 Dat voelt dan toch beter. Want de kinderen, kinderen passen zich heel makkelijk aan. Maar papa en mama, die hebben het er moeilijk mee. Ja. Ja, dat is ook zo. En natuurlijk hebben we dat gevoel de tijd gegeven. Maar goed, je weet ook niet hoe dat dan zou zijn. Nee, nee. Het is makkelijk achteraf een koe in de kont kijken. Zeker. Zou Erik ten Hag het zeggen? Ja. Voel je dan op een bepaalde manier nog bezwaard richting mensen hier in de club? Dat je dan niet hier in de regio die gaat wel? Ja, dat zijn allemaal dingen die je meeneemt. Ja. Maar zelfs naar je voelt toch op een bepaalde manier ook naar je privéomgeving of zo. Dat je weer iets te verantwoorden hebt van... Ja, god, was dat nou al zo verstandig? Maar goed, kijk, uiteindelijk heb je ook van... We zijn er nu ook achter gekomen dat je gewoon ergens wil vestigen als gezin. Waar je carrière je ook brengt. Nou, dan is auto natuurlijk super centraal. Willem, het is tijd voor het bingo-rad. 5 balletjes, die horen bij 5 vragen. En je mag ze zelf draaien. Niet te hard draaien, nee. Ook niet te zacht. Volgens mij is het... Maakt niet uit welke kant. Nee, dit is de goede kant. Draai meteen maar 5, ja. Okay.
Heb je zoveel vragen, joh? Ja, joh. We hebben een heel vragenvuur voor je. Ja. Het is nog nooit zo soepel gegaan. Nee, dit is, nee, is dat zo? Nee, het is... 35. Wie is de slimste persoon in jouw omgeving? Oh. Pas op wat je zegt, hè. Ja, hebben we het dan over emotionele intelligentie of gewoon echt nee. IQ ja, gewoon? Ja, van mij mag je kiezen. Zo zat ik inderdaad te denken van ja, wat is inderdaad... Nou, mijn vrouw over emotionele intelligentie, die heeft... dat is bizar. Ongeëvenaard? Ongeëvenaard. En dat is soms ook lastig, want al zou je soms even je gevoel willen verbergen, dat is kansloos. Jij kan niet gaan liegen, dat heeft geen enkele zin. Nee, precies dat. Moet zeggen, op voetbalvlak, slimheid, qua weetjes... Rick, onze hoofdtrainer, Rick Kruijs, ja? Is waanzinnig. Die heeft een fotografisch geheugen. Dus die kan zo situaties uit wedstrijden van onszelf, maar ook gewoon van anderen... Ah, niet beter dan Kees Kwakman. Nee, Kees is ook... Kees is een alien. Sterk, ja. Ja, Kees maar is niet van hier. Hij staat ook wat dat betreft op een hoog level. Ja. Oké, okay, volgende. 56. Kijk, ik heb ze allemaal mooi naar voren gezet. Ja, handig, hè? Wat is je grootste ergernis in het verkeer? Als mensen... Kan je zelf een beetje goed rijden? Jawel, maar ik ben ook wel een... Ongeduldige... Nee. Nee, want ik word vaak gepocht dat ik soms wel eens... te zacht rijd, zeg maar. Dat ik in mijn gedachtes... Door je vrouw? Nou, weet je wat het is? Ik heb van die adaptive ja. Cruise control. Zet je gewoon aan en... Ja, en dat vind ik heerlijk. En zij vindt dat stront irritant. Oh ja? Ja, want ja, en ik snap ook, als je bijrijder bent... Ja, dan ben je gewoon compleet afhankelijk hoe hard iemand voor je rijdt. Ja, en zelf heb je het wel een beetje, voel je het. Ja. Maar, dus dat kan ik wel begrijpen als je bijrijdt. En dat vindt zij zo irritant. Zij gebruikt hem volgens mij ook nooit. Maar daardoor zit je dan, als je erachter zit... Ja, zit je ook wel eens op... als je 100 mag, ja. Op 88 of zo. En dan zit ik lekker zo van... met afstand naar Limburg. Maar het is grappig, want die ergernis... Dat wilde ik eigenlijk ook zeggen van mensen die zo sloom rijden. Dus maar dit bent er zelf eigenlijk ook eentje van. Maar ja. Dat komt omdat je dan soms ook op de weg... zit je gewoon na te denken en dan vergeet je soms wel eens... Ja. Ja. Echt zo. 72. Als je een hond zou zijn, welk type ras zou je zijn? God. Ik heb twee honden. Een Franse bul en een Bordeaux dog. Dus echt... Wat is dat? De ene is... die hond die Messi heeft. Oh ja. Ja. Echt zo'n mega... En wij hebben echt een kalf. Die is echt groot. Dus ik heb een kleintje en zo'n grote. Dus als ik ga wandelen, lacht zich ook kapot. Ja. Maar jullie vonden dat grappig? Nou, wij woonden in Hout. De laatste jaren woonden we op een woonboerderij. Dus we hadden toen ook veel grond en... Schitterend huis. Paste dat. Hebben jullie nu niet meer? Nee, hebben we niet meer. We hebben ook een mooi huis hier nog. Maar goed, dat gaat dan weer... En is die grote de baas of de kleine? Nee, die kleine. Want die is super dominant. En die grote. Maar dus ik zou wel een bedodig willen zijn. Want dat is zo'n lekkere loebas is dat. Ja, ja. Maar die kwijlen toch mega veel? Ja, die kwijlen wel veel, ja. Ik moet zeggen, mensen die echt hondenliefhebbers zijn... Die geven ook altijd complimenten. Ja, goed. Hoe mooie kop die heeft, zeg maar. Dus hij lijkt op zijn baas. Ja. 43. Ja. En daarna 21. De jongens komen langzaam... Kijk. Wie is de meest irritante tegenstander die je ooit hebt gehad? Wout Weghorst. Ja? Ja. Hoeft er niet lang over na te denken. Nee, dat kwam er meteen uit. Ja. Ja, ook aan het zuigen. En, qua woorden of qua gedrag? Beide wel. Maar ik kon er wel waarderen. Op dat moment niet. Maar ergens kon ik dat wel waarderen, ja. Zeg, ja, veel tegen. Veel tegen gespeeld natuurlijk. Ja, daarom. Dus nou, de playoff finales tegen AZ. Die legendarische playoff finales. Ja, waar we toen de tweede wedstrijd, de return bij ons in het stadion ook wel aardig bespeeld hebben, zeg maar. Tot aan het randje aan toe. Ja, daar was ik bij. Dat was een van de mooiste wedstrijden waar ik ooit bij ben geweest. Ja, ik vond het echt schitterend. Ja.
Want jullie stonden 3-0 achter. En nou, jullie wonnen 3-0 uiteindelijk penalties. Maar hoe heb je het toen gedaan tegen hem? Ja, toen hadden we Edson Braafheid speelde linksback. Ik links centraal. Ramon Lewin speelde rechts centraal. Nou, er stond aardig wel wat ervaring natuurlijk. En Edson die heeft natuurlijk helemaal de toppen van Europa gezien. En dus die kende alle vuile trucjes wel. En we hebben hem eigenlijk om de beurt hebben we hem wel... gek gemaakt. Wel gek gemaakt. En, maar met wat dan? Tentjes trappen? Duels. Ja, nee, echt gewoon een beetje die arm in de nek leggen. Maar goed, dat deed hij ook. Dus ik kreeg toen geel en ik weet nog dat ik echt op het randje zat. Maar dan wist je ook, oké, dan moet je even wat minder doen. Met Ramon en Edson had je daar ook wel mannen die wel wisten hoe dat spelletje gespeeld moest worden. En dat was die dag, dat was ook nodig. En wanneer merk je dan, oké, we zijn op de goede weg? Nou, dat je op een gegeven moment dat hij zo gaat reageren dat hij uit zijn spel is. En hoe uitzicht dat dan? Frustraties, dat hij continu met de scheids bezig is. Dat hij dat zijn acties gewoon gaan mislukken. En dat hij niet aan de bal komt. En toen in de rust heeft Edson nog wel het vuurtje een beetje opgestookt. Dat hij niet zo, moet janken en doen. Van welke gebeurtenis baal je dat je er niet aanwezig bij kon zijn omdat je verplichting had met voetbal? Oh, heb ik die vraag gekozen. Het is een hele... Mijn vrouw heeft een tijdje... ze had een periode ook niet zo lekker in haar vel. En toen op het moment stond ik op het trainingsveld. En toen stond zij... zij was onderweg in de auto en zij raakte onwel. En ze moest langs de kant. En op dat soort momenten sta je van... Je staat op het trainingsveld en je bent soort van machteloos. Dat vond ik wel iets van... natuurlijk. Toen heeft John van den Brom heeft me wel van het veld gestuurd en direct naar huis gestuurd. Maar daarvoor, dat was een moment dat je ook echt van het veld gaat en gaat. Maar daarvoor zijn ook momenten geweest dat je dat misschien een beetje onderschat hebt bij haar. Zeg maar, wat je natuurlijk eigenlijk helemaal niet wil. Maar omdat je gewoon aan het voetballen bent. Of aan het werken bent, maar ik dan aan het voetballen ben. Dat wil ik, antwoord op de vraag, dat wil ik daarmee zeggen. Maar ik heb bij alle geboortes, ook omdat we vier keizersneden hebben, mevrouw vier keizersneden heeft gehad, dus daar ben ik altijd bij geweest. Voor de rest kan ik me niet echt iets herinneren dat ik nou echt iets per se gemist heb wat heel belangrijk was, maar dat eigenlijk. Ik heb Sven Kramer wel eens horen zeggen, als topsporter moet je gewoon egoïstisch zijn, anders wordt het nooit wat. Is dat als teamsporter en als voetballer ook zo? Deels wel, ja. Ja. Maar je bent ook egoïstisch omdat je voor je carrière gaat en dat je toch daarmee ook verwacht of je maakt dingen wel bespreekbaar, maar dat je gezin ook wel met je meegaat of achter je aangaat. Of naar jouw schema handelt. Ja. Maar dat doe je ook omdat het is ook je werk, dus daarmee onderhoud je simpel zeg je gezin ook, maar dat gaat misschien wel verder dan iets anders, want je kan niet zomaar vrij nemen of in ieder geval dat gevoel heb je ook heel erg. Dat is ook, wordt ook een beetje gecreëerd misschien door het wereldje. Maar je gaat ook geen wedstrijd missen voor iets. En dat verwacht, heeft mijn vrouw ook nooit verwacht. Nee. Of zo, zeker nog, ze heeft misschien zelfs te veel wel toegelaten, om het zo maar even te zeggen. En zeker ook in het voetbal ben je denk ik wel egoïstisch. Ja, dan word je ook wel egoïstisch gemaakt door het hele systeem. Ja. Als wat je hebt als topsporter. Ja. En nu als technisch manager probeer je dat een beetje... Goed te maken, man. Goed te maken, maar dat lukt nog niet helemaal. Nu zullen juist ook momenten hebben dat je thuis ook nog bezig bent met werk. Meer dan dat je had als voetballer. Ja, zeker. En dat gaat soms gewoon te ver inderdaad. Maar dat is ook omdat ik het moeilijk vind om in mijn hoofd vooral af te schakelen. Dus
Dan kan iemand wat tegen me zeggen en dan geef je nauwelijks antwoorden omdat je weer aan nadenken bent. Maar goed, dat is niet per se nu alleen. Dat heeft altijd een beetje in me gezeten. Ja. Wat ik me wel heb moeten toestaan, zeg maar, is dat je... Ja, je kan nu veel makkelijker gewoon een dag missen. Dan gaat echt niet hier de boel minder presteren of minder draaien. Je had het net over leiderschap en hoe je met mensen wil omgaan en zo. Ik moest daar laatst eigenlijk aan denken toen met dat Younes Fraser incident. Toen bekroop mij de gedachte van als Willem Jansen avond nog aanvoerder was geweest, was dat toch anders afgelopen. Ja, in de zin. Nou, kijk, iedereen ontploffen is tijdens een training. En maar toen jij net zei van je wil mensen het gevoel geven dat ze erbij blijven horen. Of dat ze dat je een groep bent, zeg maar. Misschien was dat dan, had Younes dat dan bijvoorbeeld helemaal niet gedaan. Of had Henk Fraser anders gereageerd. Weet je, dat gevoel had ik wel een beetje. Oh ja. Gaat hij natuurlijk nooit zeggen. Nee, natuurlijk niet. Nee, sowieso. Het is lastig om daar natuurlijk, omdat je niet precies weet hoe dat gebeurde. Nou ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat ook in mijn tijd, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat was ook die kaakslag natuurlijk. Ja. Is er ook genoeg gebeurd? Ja, er zijn ook genoeg dingen gebeurd. Ja, dat is misschien wel zo. Dus boah, dat incident is, ja. Ik heb, soms had ik misschien wel eens wat duidelijker moeten zijn. Al wat eerder als aanvoerder stelling moeten nemen of een bepaalde rol. Dus nee, dus dat wil ik zeker niet zeggen. Okay. Ja, nou, wel leuk dat je dat beeld hebt. Ik zat eraan te denken, omdat je dan misschien dat er aan de voorkant dan al wat irritaties waren weggenomen die nu bij dat moment misschien naar boven kwamen. Maar goed, ik oordeel van de afstand. Ik kan dat ook niet goed genoeg beoordelen. Maar je hebt wel eens wat meegemaakt op het trainingsveld met gasten die elkaar te lijf gingen. Ja, en dat soort genoeg. Wat was het meest heftige? Ja, die was wel heftig, dat Anouar Kali, dat incident met Christopher Peterson. Ja. Ja, gewoon een gebroken kaak. Nee, kijk, en hij ook, oh, kijk, deze kan ik niet vertellen. Nee, deze is niet naar buiten gekomen. Toch diplomatiek, hè? Ja. Ik zit te denken, dat is niet... Nee, dat is die is niet voor camera. Die was niet bekend. Nou, die horen we later. Nee, maar ik heb inderdaad wel... ja, en dan is Utrecht is toch wel een club wat dat betreft, hoor. Ja. Maar goed, dat is ook weer de charme. Heel gek, want dat soort dingen horen niet thuis. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat... Ja... Het borrelt mooiste er altijd. Clip van de hand is altijd wel wat aan de hand. Ja, dat is wel zo, ja. Het borrelt er altijd. Ja. Tijd voor tijdrekken. Ooit keer ik terug bij FC Utrecht als technisch manager. Als technisch manager? Ja. Met meer zelfvertrouwen had ik bij een Nederlandse top 3 kunnen spelen. Ja. Maar ja, het is maar een bekend... dan wel, denk ik, als... centrale verdediger. Mark van der Maro of Ruud Vormer? Ja. Oh, ik had een joker. Ja. Nou, misschien komt er nog wel een vraag waar je misschien nog minder graag antwoord op geeft. Voor de duidelijkheid zijn allebei wel echt maat, ja, hè? Ja, zeker. Zeker. En maar Ruud Vormer ook nog echt? Ja, een eerlijkheid gebied te zeggen, ook nu dat je merkt van goh, dat je daar veel te weinig aandacht aan besteedt en kan besteden. Mark heb ik uiteindelijk 9 jaar natuurlijk mijn kleedkamer meegedeeld. Ruud heb ik 3 jaar bij Roda meegemaakt, maar daarna echt vrienden gebleven. En nog steeds, dus ja. Ja, dit. Moet ik echt kiezen? Nee, je mag een joker inzetten. Ja, dan doe ik de joker. Oké. Okay. Centrale verdediger of middenvelder? Centrale verdediger. Als technisch manager heb ik de cafeïnepillen ingeruild voor espresso. Dat klopt, ja. Ja, espresso. Ik drink meer cappuccino, maar ik ben nooit een koffiedrinker geweest. En nu ben ik er ook aan, ja. Hetgeen dat ik het meeste mis aan de kleedkamer is... Het echt dagelijks bezig zijn met elkaar om met dat voetbal beter te worden. Mo Allag is niet alleen als voetballer een voorbeeld voor me. Ja, absoluut.
Die heeft de zaakjes ook al goed op orde. Ja, en met Mo... Mo heb ik... Toen ik... ik heb nog 2 jaar met Mo gespeeld. Hier, toen net doorkwam als, jeugd, ja. als prof bij VVV. Als jochie. Als jochie. moment hoe hij toen mij onder andere benaderde en leiding gaf aan het team als aanvoerder. Ja, dat viel me direct heel erg op en stond me direct heel erg aan. En toen is hij, heeft hij ook de stap gemaakt die ik eigenlijk nu gemaakt heb. Gek genoeg heb ik dat altijd zelden met Ernest Stewart, want die heeft dat een jaar daarvoor gedaan. Dus dat heb ik altijd ook zo voor me gezien of zo op een of andere manier. Van ja, dat ik dat ook, dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. Zo geschieden. En ook nu hoe hij het vak nu uitvoert, denk ik wel dat hij dat op een manier doet die mij heel erg aanspreekt. En ik heb ook met hem gespart over toen dit allemaal ter sprake kwam, hoe hij er tegenaan keek. En dus zeker een voorbeeld. Lang antwoord, ja. FC Limburg zou een goede ontwikkeling zijn voor het voetbal in de provincie Limburg. Shit, dat had ik die ook al. Ja. Nee, dat kan niet meer. Nee. Is dat het meest gevoelige onderwerp in het voetbal in Limburg, FC Limburg? Ja, kijk, VVV maakt daar denk ik sowieso geen onderdeel van uit. Ze hebben het dan vaak over MVV Fortuna en Roda. Ja. Alle clubs hebben zo een eigen identiteit en gevoeligheden. Dat gewoon heel moeilijk is, denk ik. Jij bent. Ik zie het, ja. Mental coaching zou in de jeugdopleiding van iedere BVO vanzelfsprekend moeten zijn. Ja. En de laatste. VVV Venlo promoveert via de play-offs naar de Eredivisie. Ja, dan moet ik wel ja zeggen. Dan moet je zeker ja zeggen. Dat hij nu zegt nee, dat denk ik niet. Nee. Ja. Dankjewel. Thanks. Mooi.